En zij worden niet geheel toevallig. Ik ga er lekker nog even in. Absoluut. Ja. En doet u dat met een brommetje? Nee, daar kunnen we netjes in. Heel beschaafd. Een man die een minderjarig meisje misbruikte en na zijn veroordeling naar het buitenland vluchtte, is opgepakt. En dat gebeurde in het noorden van Spanje. Nog geen 24 uur nadat er een Europees arrestatie- en overleveringsbevel tegen hem was uitgevaardigd, wist de Spaanse politie hem in Catalonië aan te houden. Hij is hier in Nederland veroordeeld voor het seksueel misbruiken van de dochter van zijn ex-vriendin. En dat was in 2020. Een opmerkelijke ontwikkeling in de zaak van Ivana Schmid, die in Kuala Lumpur overleed na een val. De Maleisische autoriteiten hebben de ouders van Ivana uitgenodigd voor een gesprek. De 18-jarige Ivana valt 7 jaar geleden 14 verdiepingen naar beneden en overleeft dat niet. Volgens de ouders van Ivana is een Amerikaans stel verantwoordelijk voor de dood van hun dochter. Maar ze zijn tot nu toe niet vervolgd. Onduidelijk is nog wat de Maleisische autoriteiten te zeggen hebben. Maar de nabestaanden hopen dat er nu eindelijk een strafproces tegen het Amerikaanse echtpaar gestart kan worden. Voor een paar vierkante meters meer dan 1000 euro per maand betalen. Je weet het is inmiddels doodnormaal voor de gemiddelde student. Toch kan het anders als we wat creatiever worden en ze in Den Haag de regels wat versoepelen. En dat willen ze, horen we vandaag. Maar liefst 1 op de 3 huisbezitters heeft een kamertje over en zou dus als hospita iemand in huis kunnen nemen. Zo lukt het student Chiara om in Nijmegen onderdak dak te krijgen. Hier links, dat is een keuken. Deze keuken heb ik eigenlijk volledig zelf op de wasmachine na. Dat is mijn kamer. Ja, dus deze ruimte is ook volledig voor mezelf. Jeanne zei dat ze hier nooit op zou komen. En het is ook vergeleken met andere kamers, vind ik het heel groot, zeg maar. Chiara woont pas net in deze kamer in de woning van Jeanne Goeting. De afspraak is dat ze hier voor een jaar mag wonen. Maar voordat ze bij deze kamer kwam, heeft ze veel moeite moeten doen om iets te vinden. Op Kamernet is bijna niks te krijgen. Er staat ook zo mooi zo'n melding van 60.000 andere studenten zijn een kamer aan het zoeken. Ik ben nog bij een andere bezichtiging geweest en dat meisje zei dat ze 500 reacties had. Tot dusver zijn er denk ik niet zo heel veel mensen bereid als het echt in huis is. Maar ja, ik wil er wel een lans voor breken. Tot dusver bevalt dat heel goed. Ja, en Chiara is nog maar net gekomen. Dus we zijn nog in de verkennende fase. Maar er zijn afspraken gemaakt en nou, het loopt allemaal fijn. Voor Chiara en Jeanne een succesverhaal dus. Maar veel mensen die ruimte over hebben, twijfelen toch om eraan te beginnen. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil die twijfel wegnemen. Dus dat is de reden waarom ik een aantal problemen die hier spelen via wetswijzigingen wil gaan oplossen. Mensen die bijvoorbeeld hun eigen huis hebben, hebben vaak hypotheekverstrekkers die dit niet willen. Nou, een van de andere wetswijzigingen die ik wil gaan doen is ervoor zorgen dat in dit soort gevallen wel het mogelijk is om een huurcontract te verbreken. Ja, daar helpt deze campagne heel erg bij en dat heeft ook gewoon tijd nodig om dat bij mensen te laten landen. Ik denk als we dat eenmaal goed doen en dat ook de komende jaren blijven doen, dan zul je zien dat steeds meer mensen, veel studenten, maar ook andere mensen bij een hospita gaan wonen. En tot nu toe bevalt het goed. Je kunt wel wat privacy inleveren, maar daarentegen is het ook heel fijn om jonge mensen om je heen te hebben. Zometeen in deze uitzending. Oasis komt weer bij elkaar en dat betekent dat deze bekende burgemeester op de blaren moet zitten. Maar eerst nog gevaarlijke taferelen in de haven als er niemand meer is om die enorme zeeschepen naar de goede plek te loodsen. Je kunt je voorstellen dat het een spannend klusje is om zo'n gigaschip een haven binnen te varen. Daar helpen ervaren kapiteins bij en zij worden niet geheel toevallig loodsen genoemd. Om er genoeg te houden is de branche een eigen opleiding gestart om jongeren te trekken. Al ligt er ook nog een grote kans bij. Misschien. Vrouwen. We kijken naar de loop.
om een crowdfundingsactie gestart. In de hoop dat de paarden snel weer een plekje hebben om te schuilen. Nou ja, al mijn spaargeld zit erin, dus ja. Ik praat wel zo over 8.000-9.000 euro. Met alle spullen wat we hadden voor de paarden ook. En straks met de winter, met regen en kou en wind, moeten ze beschutting hebben. Dit moet zo snel mogelijk, moet dit opgeknapt worden. Ik blijf wel positief. Ja, alles voor de paarden. Ik krijg er weer dat een mooi ze hier gewoon kunnen blijven staan. Het is oké, jongen. Ja. Otje en Gerben, maar ook Eowyn zijn drie van de zeven Nederlandse bijdragen op de nieuwe internationale stormnamenlijst. Die stelt het KNMI ieder jaar met de Britse en Ierse weerdiensten samen. Zondag gaat het stormseizoen van start en de eerste krijgt de naam Ashley, bedacht door de Britten. En de eerste oer-Hollandse stormnaam is Bert. Eowyn, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is wel het meest bijzondere van het stel. Het is een fictief karakter uit Lord of the Rings. In Nederland krijgen stormen die een impact hebben op de samenleving sinds 2019 een naam. Vorig jaar haalden Piet en Gerrit, vernoemd naar twee bekende weermannen natuurlijk, nog de lijst. En vooralsnog geen storm, maar lekker zomers weer. Zo warm dat je best eens een verfrissende duik in een openluchtbad kunt nemen. En dat kan ook komende maand nog, want ook al begint de meteorologische herfst aankomende zondag al, zo voelt het nog lang niet. Door de fijne nazomers blijven veel zwembaden dit jaar ook in september open. Ik vind het heerlijk. Ja, je ziet het wel, hè? De zon schijnt zo mooi op het bad. En je trekt lekker je baantjes. Het is een fantastisch begin van de dag natuurlijk. Ook vanochtend vroeg zijn er al genoeg fanatiekelingen die hun eerste baantjes trekken. Deze hele maand was het druk bij zwembad Klarenbeek in Arnhem. En gezien de weersverwachting denken ze hier dat het ook volgende maand zo zal zijn. Je merkt inderdaad wel dat de zomer zich verplaatst inderdaad. En vaak is het in april, mei een weekje goed, twee weken. En dan is het weer wat slechter. En augustus, september is de laatste jaren eigenlijk altijd goed. Het wordt lekker langer licht, lange zomer, warmere dagen. Dus we kiezen voor om langer open te gaan. De badgasten zijn er in ieder geval maar wat blij mee dat ze langer kunnen genieten van een frisse duik. Want buitenzwemmen is gewoon echt veel fijner dan binnen. Qua golfbewegingen, qua warmte, ook juist de buitenlucht, zeg maar daarboven. En in vorig jaar volgens mij met gevoelstemperatuur 4 graden gezwommen. Dat was echt heel koud, maar als het gewoon nog 15, 20 graden is, dan niet. Waarom is het buitenzwemmen zo lekker? Nou, kijk naar het zonnetje. Kijk hoe groen het hier is. En je kunt lekker in beweging zijn. Ja, beter kan het niet. Ze denken er hier zelfs over om ook in oktober nog open te blijven. Maar nu denkt u, ik ga er lekker nog even in? Absoluut, ja. En doet u dan met een brommetje? Nee, daar kunnen we netjes in. Heel beschaafd. Een man die een minderjarig meisje misbruikt. En de scholen en sportclubs weer zijn begonnen. De regio Noord terugkeert van vakantie. De grootste knelpunten verwachten we rondom Utrecht. Dus allereerst de Ring Utrecht op de omleidingsroute en de A27 richting zuiden. En ook rondom Nieuwegein zal het weer druk worden. En onze oproep is dan ook, mijd de regio Utrecht als dat kan, met name op de vrijdag. Een felle brand gisteravond in een stal in Rijswijk heeft voor grote onrust gezorgd. Het is al de tweede keer in korte tijd dat precies aan die weg een paardenstal in vlammen opgaat. Gelukkig wisten de drie paarden uit te breken toen de vlammen om ze heen sloegen. De vraag is nu of iemand het op de dieren of de paardenhouders heeft gemunt. 5 jaar sta ik hier al. Elk vrije uurtje zit erin om het signaal steeds mooier te maken. Want het is eigenlijk gewoon allemaal weg. Ja, het is vreselijk. Dit is ons leven. Het paradijsje van de paarden. Wij zitten hier dag bijna dag en nacht. En dit is vreselijk. Een aantal paardenhouders heeft hier een stukje land in bruikleen van de gemeente. Daardoor kunnen paardenliefhebbers hun paard daar stallen. Maar de brand van vannacht baart nu grote zorgen, want het is niet de eerste keer. 2 maanden geleden bij mijn buurvrouw helemaal aan het eind. Is precies hetzelfde gebeurd. Dit is geen toeval. Nee. Dat een of andere gek dit in zijn hoofd kan halen om dit te doen waar dieren staan, ja, dan zit er iets niet goed. De politie heeft toegezegd een extra oogje in het zeil te houden, maar onderzoek heeft nog niets opgeleverd. Goed zo. Hoe is het met de paardjes? Ze zijn wel heel erg gestrest van de brand natuurlijk en van de schrik.
ja, dan lopen er twee een beetje mank. Omdat ze waarschijnlijk vanuit de stal zo hard, zeg maar, naar buiten zijn gerend. Uit stress en waarschijnlijk niet hebben opgelet waar ze liepen. Ik loop nu naar de kippen toe. Die hebben het gelukkig overleefd. Ze zullen ook wel gestrest zijn. Vannacht zaten ze in het hok. Wonder boven wonder hebben alle dieren de brand overleefd. Maar de schade is groot. Vrienden van Linda zijn daarom een crowdfundingsactie gestart. In de hoop dat de paarden snel weer een plekje hebben om te schuilen. Nou ja, al mijn spaargeld zit erin, dus ja. Je praat wel zo over 8.000-9.000 euro. Met alle spullen wat we hadden voor de paarden ook. En straks met de winter, met regen en kou en wind, moeten ze beschutting hebben. Dit moet zo snel mogelijk, moet dit opgeknapt worden. Ik blijf wel positief. Ja, alles voor de paarden. Krijgen we dat een mooi ze hier plek. Gewoon kunnen blijven staan. Het is oké, jongen. Ja. Otje. Klinkt leuk, zo'n... Zonder een gek die het in zijn hoofd kan halen. Dan straks ook waarom het steeds moeilijker wordt om de Nederlandse havens binnen te varen. Maar eerst de begroting van het kabinet. Vanavond zetten ze nog de puntjes op de i en morgen moet die klaar zijn. Ja, al die plannen worden pas op Prinsjesdag officieel gepresenteerd. Maar voor die tijd lekt er inmiddels traditiegetrouw van alles uit. Zo weet de Telegraaf vanavond al te melden dat er goed nieuws is voor mensen aan de pomp. Nou, de korting die het kabinet nu tijdelijk geeft op benzine blijft nog 1,5 jaar bestaan. Klinkt leuk, zo'n cadeautje, maar goedkoop is het natuurlijk nog steeds niet. Wat bent u nou voor een volle tank een beetje kwijt tegenwoordig? Ik denk ongeveer 80 euro zoiets, denk ik. Dat is wel een hoop geld. Ja, toch? Dat is niet normaal. Is het dan, ga ik u misschien blij maken, want het kabinet die zijn natuurlijk de Prinsjesdagplannen aan het maken. Ze hebben gezegd, ja, volgend jaar zou er eigenlijk 25 cent per liter bovenop komen. Wat? Maar dat stellen we nog een jaartje uit. Dat is helemaal top. De accijnsregeling is een van de punten die al is uitgewekt. Ook weten we dat de btw-verhoging voor onder meer hotels, festivals en de sportschool niet van tafel gaat. Allemaal plannen die officieel pas op Prinsjesdag bekend mogen worden. Vorig jaar werd er ook gesproken over misschien de miljoenennota eerder al publiceren, want hij lekt toch altijd uit. Wat zou u zeggen? Ja, ik zou het fijn vinden als die gewoon door het kabinet gepresenteerd wordt en dat de koning een keer een miljoenennota kan presenteren voordat hij gelekt is. Maar ik weet dat de kans dat het lukt niet heel erg groot is. Er is wel een reden waarom de volgorde gaat zoals die gaat. En of je dan dat allemaal om moet gooien omdat het ons hier in Den Haag niet lukt om dingen netjes te organiseren dat er niet gelekt wordt. Ik vind eerder dat je eraan moet werken dat er gewoon niet gelekt wordt. Ook heeft premier Schoof gezegd dat we erop vooruit gaan volgend jaar. Maar voor veel mensen geldt eerst zien dan geloven. De armen worden armer, de rijken worden rijker. Begrijp je wat ik bedoel? Want de prijs is belachelijk. De ene moet naar zwemmen, de andere moet naar volleybal. En schoolwerk, ja, nee, belachelijk. Nederlands verpestje, sigaretten gaan ook omhoog. Alles gaat omhoog. Nederland gaat Dubai worden. Met de prijzen. Na meerdere weekenden van verkeerschaos en gemiste omzet dient een aantal horecaondernemers in Nieuwegein schadeclaims in bij Rijkswaterstaat. Door de werkzaamheden aan de A2 zijn ze soms voor duizenden euro's gedupeerd. Rijkswaterstaat zegt per geval te gaan kijken of ze gaan betalen. Nou, ook vanavond, zo'n 2 uur geleden, is de A2 weer deels afgesloten en de situatie op de weg is nu nog rustig. Geen files. Maar afgelopen weken was dat wel anders. Toen liep het verkeer hopeloos vast in de omgeving van Utrecht door sluipverkeer. Ook voor morgen houdt Rijkswaterstaat de adem in. Omdat de zomervakantie in het midden van het land afgelopen is en de scholen en sportclubs weer zijn begonnen. De regio Noord terugkeert van vakantie. De grootste knelpunten verwachten we rondom Utrecht. Dus allereerst de Ring Utrecht op de omleidingsroute en de A27 richting zuiden. En ook rondom Nieuwegein zal het weer druk worden. En onze oproep is dan ook, mijd de regio Utrecht als dat kan, met name op de vrijdag. Een felle brand gisteravond. Gevangenisstraf van 5 jaar.
Nu in Hart van Nederland. Boeken, bioscoop en bewegen duurder, maar benzineprijs blijft buitenschot. Nederland gaat Dubai worden. Met de prijzen. Onrust bij paardeneigenaren na meerdere stalbranden. Dat een of andere gek dit in zijn hoofd kan halen, dan zit er iets niet goed. En komt Oasis weer bij elkaar, loop ik de Vierdaagse, beloofde burgemeester Bruls. Tja, en nu? Nee man, dat gaat hem eigenlijk niet worden. Goedenavond, en straks ook. Waarom het steeds moeilijker wordt om... ...133 of one law en 132 of a different kind. De zaak wordt overgedragen aan de politie. Maar op dit moment is hij blij dat hij naar zijn familie mag. I haven't seen my family for like 4 months and this outside you can't see them. You can't have a smoke, you can't do nothing. De politie bevestigde dat het om steroïden ging. De pillen werden in beslag genomen en de reiziger kreeg een waarschuwing. Op het niet aangeven van steroïden staat een boete van maximaal 110.000 Australische dollar of een gevangenisstraf van 5 jaar. De roemruchte regisseur van Trap. Straks de cast van My Spy, The Eternal City. En eerst op de première van Trap. De roemruchte regisseur M. Night Shyamalan vierde de feestelijke première in Londen voor zijn nieuwste film, Trap. In
die film zien we Josh Hartnett in de hoofdrol als seriemoordenaar die met zijn tienerdochter naar een concert gaat van haar favoriete popster. Al snel heeft hij door dat het concert eigenlijk één grote FBI-operatie is, speciaal om hem te pakken te krijgen. De voorbereidingen op de rol waren volgens Josh trouwens een stuk saaier dan je misschien denkt. Reading a lot of books, honestly. Kind of a boring process, but I had to get in the mind of someone who has psychopathy and somebody who could be a serial killer. And there's the only way to do that is by reading books. You can't really go and meet a serial killer and ask him how he does it, right? So, yeah, this was all generally just like kind of doing background research and then spending time at night trying to figure out exactly what sort of a tone he wants for the character. And, yeah, and that's it. This is the result. What's with the police everywhere? I'm not supposed to tell. You know the butcher? The freaking nut job that goes around chopping people up? The feds heard that he's gonna be here today. So they set up a trap for him.